Jij moet daar staan, Jules. Ja, het is niet echt mijn goede kant. Ik heb niet veel goede kanten, maar dit is niet... Ach! Dit is niet mijn goede kant. Ik heb hetzelfde shirt als gisteren, hè. Dat is smerig. Ik stink ook een beetje. Eetje, oké. Ik ben ook altijd. Stil nou! Nee, jij gaat ook maar niet weg, hè, hier zo. Het is echt niet... Heb jij geen huis? Nee. Niet? Nee, dat dacht ik al. God. Oké. Vrijdag! 26 februari. Vrijdag, de week is weer voorbij. Dank je. Goed ingestudeerd dit. Goed. Anyways. 5 rondes voor tijd. 50 double-unders. En daarna 15 hang power snatches. Het gewicht voor de heren 35 kilo. Voor de dames 25 kilo. Dus dat is licht gewicht, zoals wij dan ook al zeggen. Voor de double-unders, uiteraard. Heb jij een springtouw thuis? Dan kun je hem gewoon lekker doen zoals dat moet. Ja. Ik ga het goed ook. Bijna onthoofd. Maar goed, maakt niet uit. Heb jij geen springtouw thuis? Hebben we ze overigens wel te koop. Dus je zou ze eventueel hier bij ons kunnen ophalen. Maar... Als je toch je spul komt inleveren. Precies, want dat moet gewoon morgen of overmorgen. Ga je spulletjes gewoon inleveren. Kun je ook penguin taps doen. Here we go. Hop. Ik heb laatst eens iemand de hele tijd hierop genomen hebt, hè. Die deed dit. Dat is niet goed, hè. Kijk even mee. Kijk heel even mee. Dat is het niet, hè. Het is in de lucht 2 keer tappen. Anders nodig heb ik je, kom je opzoeken. Beetje, dat lijkt me een beetje Lord of the Dance. Jongen. Maar 50 reps is behoorlijk zuur. Sowieso 50 double-unders. Een beetje een goede double-under. Zoals bijvoorbeeld een Bassie. Die kan dat zeker weten in 30 seconden. Wij, gewone, normale mensen. 40 seconden. Nee, ongeveer. Zeker niet. 31 seconden, max. 31 seconden? Wil ik straks zien. Ja, doe me. 31 seconden. Nee, ik heb net Annie nog een keertje gemist. Vanuit. Anyways, dus ongeveer 30 seconden ga jij aan de bak met jouw double-unders of je penguin taps. Doe je best elke keer weer. Daarna 15 hang power snatches. Heb jij een stang nog? Nog? Dan doe je ze uiteraard met de barbel. Of voor al onze buitenvelden mensen, die hebben er gewoon nog eentje. Hang power snatches, hè? Dat weet ik wel. Ik ging even rekken. Start vanaf bovenkant knie, je strekt vervolgens rustig op en je vangt de stang boven je hoofd in een halve squat. En dan vergeet ook weer niet langs het heupje even te strekken en duiken vervolgens onder. Dus dat. Je mag hem ook als high hang doen, zou ik niet doen. Vanaf bovenkant knie is de laatste positie. Muscle snatcher zou je ook kunnen doen. Ja, gun jezelf die ruimte, duik onder. Heb je geen barbel in huis, maar heb je nog wel een dumbbell van ons geleend, dan kun je vanaf met de dumbbell aan de bak. Huppakee, pak hem met één handje. Hetzelfde verhaal. Tussen de knietjes. Je strekt op, je vangt hem. Als je stoer bent, je kan hem in de lucht opvangen. Ben je niet zo stoer en durf je het niet aan, dan wissel je gewoon onderin van arm. 15 stuks. Dus dat betekent dat je één arm wat vaker gebruikt als de ander. Wees dan slim en wissel af en toe eventjes af. Met het startmoment. Heb je een plaat, bijvoorbeeld een skyf van 15 kilo, misschien ietsje zwaarder. Dan start je dus ook vanaf de hangpositie. Pas op voor het kindertje. Je strekt hem in één keer omhoog. Hoppakee, bam. En dan ben je klaar met je paar snetjes. Kettlebell, tas. Kettlebell 15 herhaling in de ene ronde, 15 de andere. Bam, heel slim. 15 halen links, volgende ronde, 15 halen rechts. Bam, klaar. Kort, knallen. 5 keer 30 seconden max ongeveer. Is 2,5 minuut. 15 hang power snatches, die 15 herhaling moeten ook unbroken gedaan worden. Dus daar ben je nog geen max minuut mee bezig. Ah, mijn knie was dat, hoor ik dat geluid? Dus 2,5 plus 5 minuten, 7,5 minuten max. Dan moet je liggen te huilen, te janken op de grond, van de pijn in je schouders en je grip waarschijnlijk. Dus okay. Dat. Oké, okay. Succes ermee. Is dat nou een jab? Is dat een jab? Noemen ze dat zo? Dat is een jab, Gerrit. Dat ken ik niet. Eeuwig...